Yo mensen, Bas hier, terwijl Bas hier stand, en vandaag hebben wij een hele mooie video, want ik heb 10 keer de tradable inform SBC gedaan. Dat betekent dat je gegarandeerd een inform krijgt. Dat kan een inform zijn van het team of the week van deze week of van het beste team van de week tot nu toe. Dat is een soort team of the week wat ze hebben samengesteld, speciaal voor Black Friday geloof ik. Daar zitten dus hele goede spelers tussen. Nick Den Hamer die vertelde mij dit. Ik was met Wessel en ik facetimede Nick even. Omdat ik wat tips vroeg voor mijn nieuwe team. Dus zodoende hoor je Nick ook af en toe op de achtergrond. Die zit hier, die had ik hiervoor facetimed ervoor. Dus die hoor je af en toe praten. Dat je niet denkt van waar komt dit in één keer vandaan. En Wessel zit dus bij een paar packs naast mij. Ik heb ook nog één pakketje bij mijn broer thuis geopend. Die heb ik met mijn mobiel gefilmd. Dus, en de laatste heb ik hier weer gefilmd en ik kan je vertellen, dat was een hele goeie. We gaan eens even kijken of het het waard is, of jij het zelf het waard vindt of niet. Ik ben gewoon een gokker, dus ik vind dat soort dingen gewoon leuk. Maar, dat is dus eigenlijk het doel van de video. Voor jullie dan, om te kijken of je het waard vindt of niet. En ik kan je wel zeggen, er zitten wel een paar leuke tussen, dat kan ik je wel vertellen. En fuck iedereen die al die timestamps of timecodes in die chat gaat gooien, want ik krijg gewoon meteen een ban. Want dat soort ongein wil ik niet. Ik steek gewoon tijd in mijn video's, in het bewerken en in het opnemen van dat soort dingen. En of jij nou zelf vindt of het wel veel of weinig werk is, dan laat ik lekker aan jouzelf over. Maar ik vind het een soort van disrespect als je hier bent en je komt 10 seconden mijn video kijken en heeft dan zoiets van check je later. Dat soort mensen wil ik ook eigenlijk helemaal niet op mijn kanaal. Ik wil gewoon echt mensen op mijn kanaal hebben die mijn video's tof vinden en het waarderen dat ik er tijd in gooi. Maar goed, het emotionele gedeelte is weer even hier geweest. Ik heb weer even lekker huilie gedaan. Ik zou hem wel willen vragen om een duimpje omhoog te doen. Laten we voor deze video mikken op 2.500. Zet ik hoog in. Maar het zijn wel 10 tradable inform packs, hè. Dus geen kinderachtige dingen. En vergeet even niet te abonneren en het belletje in te drukken. En dan zou ik jullie zeggen, veel plezier. Je gaat dus even kijken. We beginnen met 8 inform packs. Die ik gewoon hier op kantoor open met Wessel ernaast. En met Nick dus heel af en toe op de achtergrond. Dan heb ik nog een pack bij Johnny. En dan heb ik weer een pack hier. Die heb ik zojuist eigenlijk geopend. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier. En geniet van de packs. Let's go. Oh ja, ik kreeg trouwens ook nog de slappe lach in deze video. Omdat Wessel en Nick een goed gesprek hadden samen. En dat zijn allebei de twee meest droge guys die ik ken. Of de twee meest savage guys af en toe die ik ken. En die hadden dus een gesprek met elkaar. Ik ga het hele gesprek ga ik natuurlijk niet laten zien. Maar dat je niet denkt van waarom lacht deze guy om eigenlijk iets wat helemaal niet heel grappig is. Maar ik had gewoon een goede mood. En ik had een beetje de slappe lach. Dus daarom kan je me dadelijk misschien wel een beetje zien lachen. En meer ga ik niet vertellen. Veel plezier. Gaan we. Zijn we er klaar voor? De eerste. Ja, er zijn zoveel shit in forums. De eerste. Zendborden. Dit is een walkout. Achterlinie. Spits. Higuain. Ai. Dat is ham. Die ballen. Oh, en dan zie ik wel hier, jongen, mafkees. Ja, bro. Die ballen. Huh? Maar dat is dus van het beste team of the week. Ja. Oh. Ja, maar die prijs was ziek gekelderd waarschijnlijk. 110k. Ja, 700. Ja, wow, ja, maar 110k, dat is gewoon word, hè? Ja, dat is lekker. Hij is ook dat is handig. Ik ben aan het opnemen natuurlijk. Oh ja. Nu ben ik even naar de transfer. Hé, we beginnen goed, hoor. Ziek, man. Ja, het kunnen ook gewoon die shit in vorm zijn, toch, van deze week. Maar daarom dacht ik hier, want die zit nu toch ook in het team om te weten? Ja, weet ik niet. Het is een bordenspeler. Oh nee. De walkout! Brazilië? Huh? Spits? Oh, Talisca. Talisca, ja. Nee, is een slechte kaart anders, maar ja. Dat is natuurlijk 84 plus, hè. En die is van deze week. Alle kijkers, 7 uit in oranje. Ja, misschien horen jullie Nick Den Hamer hier ertussen. Die is nogal fan van 7. Goed, de derde. Oh, ik heb ook het geluid van mijn Fox allemaal nog aanstaan. Ik ben wel slecht voorbereid. Oh, waar is hij al weg? Spaans? Huh? Oh, Pacheco. Pacheco, 84. Hoezo? Maar goed, speciaal voor jou, Wessel, ga ik nu even som voor je pakken, jongen. Komt-ie! Ik heb wel 3 keer workout gehad, hè? Of niet? Ja. Deze niet. Deze niet, dat is niet goed. Geen rem. Kazu. Dit is die centerback, denk ik, van, ja. Pablo Escobar! Oké. Nou. Nou, crimineel.
Die doet, ja, goeie vraag. Nee, doet opleiding. Doet opleiding, maar ik weet. Zijn gelukkig nog maar 3 of 4 samen, dat is een schuld. Die doet iets voor mij maatschappelijk werk. Oh, of zo. Volgens mij. Op MBO. HBO? Nee, MBO. Hè? MBO. Die van 2? Nee, die van 4. Die van 4, man. Wat is dit allemaal? Oh. Geen idee, maar ik ga nu wel mijn tweede reeks van 4 en 4 inzetten. In voor nummer 5. We drukken hem in. Wat zit erin? We hebben wel geluk gehad bij de eerste 4, moet ik zeggen. 3 van de 4 walkouts. Het is geen walkout. Nee, dit is weer zoals we het hadden verwacht. Dit is weer die CV. Oh, zeg maar niet. Oh, maar is wel trainer. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Lijkt een beetje op die van mij. Ja, deze is niet het best. Heb je een top rond gehad dan, Nick, dit jaar? Rond door de next. Met serieus die. Ja, man. Beter. Oh, dit. Gaan we. Nummer 6. Ik wil een goeie! Oh, geen? Geen walkout. Oh, boe. Oh, zit hier Bamba? Och, jezus. Hey, die had Nick dat ook. Ja. Die 77. Die rest mee. Wauw, opgelicht. Dan had ik echt een goede reeks in die eerste. Ja. Ben ik gejubeet. Goed. Info nummer 7. Ik word binnenkort ook miljoen. Is het Messi? Oh, walkoutje misschien? Ja, walkout! Spaans? Waarom? Is hij weer? Pacheco. Pacheco. Pacheco! Dat is wel eens 84 plus. Kom op, de laatste dan. Nog een keer walkout, kom op. Laat het dan zo zijn. Laat het zo zijn dat we afsluiten met de klappen. Nee! Nee, niet weer. Jezus! Vier keer. Doe gewoon een paar van die ultimate pakketten, joh. 4 keer. Jouw verrotte. Dat is best wel mijn maat, joh. Met de supporter dat ik niet die packs ga halen. Maar de duivel zit gewoon naast me. Team van de week. Dit is het team van de week, spelers. Wat zit erin? Dit is een minimaal borden. Geen walkout. Boe. Daar gaan we. Wat zit erin? Oh jee. Cam? Spits? Holy shit! Hoeveel is die waard op dit moment? Hij is natuurlijk iets gedaald qua prijs. 3 ton! Ik weet niet eens hoeveelste inform dit is. Ik heb bij Johnny thuis heb ik ook eentje op mijn account geopend. Die was heel slecht. Heb ik op mijn telefoon gefilmd. Ik krijg er gewoon de hik van. Mittens! Ik heb nu Nainggolan, Dybala en Mittens. En ik heb volgens mij 10 heb ik er gedaan. Ja, ik denk misschien... Ja, 10 denk ik nu. Dus ik denk dat dit de 10e was. 3-ske! Let's go! Lekker, man. Goed, dat waren dus de 10 informpakketten. Ik heb dus van de 10 informpacks heb ik 5 walkouts gehad. 2 keer Pacheco, geloof ik. 1 keer dus Paulinho, als ik het goed zeg. En Dybala. En dus als klappen nog 3-ske Mertens. Dus daarvan waren de 2 echt wel goed. Minimaal een ton. Dybala was een ton. En Mertens was 3 ton. Die heb ik verkocht als het goed is voor 290k, 292k of zo. Dus dat waren de 2 toppers. Dus of het waard is, ik zou zeggen nee, sowieso niet. Want het blijft toch altijd gokken. Alleen
als je dus toevallig wel wat untradable spelers in je club hebt, weet je wel. En je wil er vanaf, je hebt wat untradable informs die je misschien van die andere SBC hebt gedaan. Dan zou ik gewoon, dan zou ik het gewoon proberen als ik jou was. Maar om er echt coins in te gooien, dat zou ik denk ik niet doen. Ik wil je in ieder geval wel bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet mij niet te volgen op Instagram. Bij 61.000 volgers ga ik een PSN-kaart weggeven. En ik zit eraan te denken om misschien toch in plaats van 20 een 50 euro PSN-kaart weg te geven. Maar dat doe ik pas als ik de 61.000 volgers heb aangetikt op mijn Instagram. @BassieStentje. Ik ben er heel erg actief. Verder zou ik je willen vragen om een duimpje achter te laten op deze video. 2.500 likes zou top zijn. En ik zou je willen vragen om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Want heel veel mensen kijken mijn video's wel, maar zijn niet geabonneerd. Dus het zou leuk zijn als je dat even zou doen. Dan wil ik jou bedanken. En dan zeg ik tot de volgende video. Dat zou zomaar eens toch nog stiekem een icon SBC kunnen zijn. Misschien heb ik het toch stiekem gedaan. En voor de oplettende kijkers, hè, die hebben het misschien al wel gezien. Dus drop die like en dan check ik je later.